Van januari tot mei dit jaar is het kinderrechtencommissariaat met dak- en thuisloze kinderen, ouders en jongeren in gesprek gegaan. We hebben hen gevraagd van wat is er eigenlijk gebeurd, waarom ben je dak- en thuisloos? Hoe is het om dak- en thuisloos te zijn, wat zijn de gevolgen daarvan, maar ook wat zijn je dromen? En uit die getuigenissen kwam een heel kwetsbare positie naar voren. Kinderen worden op verschillende manieren in hun welzijn aangetast. Een psychisch en een fysiek welzijn. Ze leven in een continue stress. Een zekerheid, een bodem onder hun voeten is weggenomen. Hun toekomst wordt enorm gehypothekeerd. Ze worden eigenlijk vluchteling in eigen land. Ze moeten naar een andere stad trekken wanneer dat er geen opvang is in hun eigen gemeente. Ze moeten hun vrienden achterlaten, hun schooljuf, hun schoolgenoten, hun hobby's achterlaten. Soms laten ze ook hun vader achter. En een derde is, kinderen worden niet alleen geraakt in het recht op wonen, maar ze worden ook geraakt in recht op onderwijs, recht op gezinsleven, privéleven, recht op een passend levensstandaard. En voor het kinderrechtencommissariaat zijn er allemaal redenen om te zeggen, kom, het is tijd dat het beleid een sterkere focus heeft op dak- en thuisloze kinderen en dit vanuit hun perspectief. En we vragen aan het beleid 7 zaken. Eerste, zorg dat ze zichtbaar worden. Zie ze. Zorg dat ze in de plannen komen, zorg dat ze op politieke agendas komen. 2, versterk hun rechtpositie. En we vragen naar een woonrechtcommissaris. Iemand die toeziet op de naleving van de grondrechten van mensen. Recht op wonen is een grondrecht, maar ook dit vanuit kindperspectief. Een derde is werk samen. Elke overheid kan een verschil maken voor kinderen, maar wanneer ze allemaal samenwerken, dan zal het verschil veel groter zijn. 4, zoek naar lokale oplossingen. Kinderen mogen geen vluchtelingen in eigen land worden. De oplossingen moeten op lokaal niveau gevonden worden. Bijvoorbeeld zorgen dat ze op een preventieve woonbegeleiding kunnen rekenen. Zorgen dat ze op sociale huisvesting in hun buurt kunnen rekenen. 5, zorg dat kinderen kunnen rekenen op een kindvriendelijke opvang, eenmaal ze dakloos zijn. En in de eerste plaats wil dat zeggen een opvang die zo kort mogelijk is. We moeten er alles aan doen wanneer de kinderen opgevangen worden, dat dat op een goede manier is, maar ook op een korte manier. Want lang verblijf in de opvang is nefast. We vragen ook naar een bredere visie op dak- en thuisloosheid. Werk aan de oorzaken. Dak- en thuisloosheid situeert zich op vele domeinen. Het gaat niet alleen over wanpraktijken op de huurmarkt of over een tekort aan woningen of over een slechte kwaliteit. Maar dak- en thuisloze kinderen zijn ook in een precaire situatie terechtgekomen omdat er thuisproblemen zijn. Soms vluchten ze alleen zonder de ouder, andere keren is met de ouder. Er is soms geweld in de gezinnen en daarom trekken ze weg en riskeren ze dak- en thuisloos te worden. En het laatste dat we vragen is, zorg ervoor dat Vlaanderen blijft kiezen voor een sociaal woonbeleid. Er staan meer dan 90.000 gezinnen op de wachtlijsten. Vlaanderen voorziet 50.000 extra sociale huurwoningen. We vragen aan de overheid om hier extra in te investeren. En daarom organiseert het kinderrechtencommissariaat vandaag die studiedag. We willen aan alle kinderen, ouders en jongeren een stem geven, zodanig dat ze gehoord worden hier in het parlement.